Terug in Rotterdam in Studio De Vijf Werelddelen bij Drupal 2021. We gaan zo direct de laatste talkshow maken van de serie van zes van de afgelopen twee dagen. Op de bank samen met Michel van der Velde en Taco Potsen. En we hebben er heel veel zin in. Daar gaan we. Taco en Michel, van harte welkom. Ja, dankjewel. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja, heel lang. Heel lang. Ja, oud-gediende in de Drupal community. Ja. We zaten net naar de Driesnoot te kijken. Is er iets wat jou is opgevallen, Michel? Nou, een van de belangrijke oproepen die Dries doet, is dat we een bijdrage moeten blijven leveren aan het succes van Drupal. Dus contributie in termen van code, in termen van een stukje documentatie, maar ook het organiseren van evenementen zoals dit, dat is en blijft belangrijk. Ja. Hij heeft in 2019 zijn meerderheidsbelang van de hand gedaan. Hè? Ja. Is er sindsdien in zijn toon van de Driesnoot iets veranderd? In mijn ogen niet. Hij blijft committed aan het project Drupal. Hè? Dat staat los natuurlijk van zijn belang in Acquia. Wat wel belangrijk is te weten is dat Acquia natuurlijk een hele grote bijdrage heeft geleverd aan het succes van Drupal. En nog steeds. Heel veel investeert op jaarbasis in termen van contributie. Maar ik zie daar geen verandering. Nee. Taco? Nee, ik zie daar ook geen verandering in. Ik ben het wel met Dries eens dat hij liever face-to-face events heeft. Dat hij er heel erg naar uitkijkt dat we elkaar weer kunnen zien. Ja. Volgens mij was hij het vorig jaar al een beetje zat, alle virtual talks. Maar inmiddels zijn we ook wel gewend eraan. Zien we ook wel voordelen aan een soort van hybride model. Maar ik denk dat we allemaal in de Drupal community uitkijken naar het eerste evenement volgend jaar in Amerika. Waarin we gewoon weer face-to-face, hallway tracks, ja. Een borrel met z'n allen kunnen drinken. Met de live dynamiek van echte mensen. Absoluut. Ja, en een hybride model van online offline. Dus daar ben ik het met hem eens, dat we daarnaar uitkijken. Dan even over jouw bedrijf, Open Social. Ja. Ik krijg een beetje de indruk dat het een eigen categorie bijna creëert. Klopt dat? Bijna. We zijn inderdaad met een aantal bedrijven in de Drupal community die zich als software as a service bedrijf, als SaaS bedrijf presenteren. Wij verkopen geen diensten, geen uren, maar een kant-en-klaar software product. En wat dat betreft zijn we wel iets anders in de community dan de agencies. Dus ja, we doen het iets anders en hopen daar ook een voorbeeld in te zijn. Delen daar graag over. En veel mensen kijken altijd naar hoe het gaat. Ja, dus jullie hebben wel een beetje voortrekkersrol. Die visie, is die ontwikkeld omdat je ook wilde afzetten tegen de andere bureaus die er in de Drupal community actief zijn? Niet zoals bijvoorbeeld die van Michel? Nee, ik denk niet dat we ons daarin afzetten. Wij opereren ook op dit moment bijna wereldwijd. Dus dan zit je ook minder gebonden aan een bepaalde markt. Toch vaak wat meer geografisch gebonden is. Wij deden het met name omdat we zagen dat de vraag in de markt veranderde. In plaats van, zeker wat wij veel doen, grote social communities bouwen, dat de vraag veranderde van, we willen eigenlijk volgende week iets kleins hebben om te starten en dan over de tijd doorgroeien. En we willen nu niet 6 maanden uittrekken om een groot project te doen met een groot budget, veel risico's. We willen graag nu, tegenwoordig is alles, we willen het nu, liever gisteren. Dus we zagen die vraag beantwoorden en we zagen ook wat voordelen in ons businessmodel. We zagen wat voordelen voor onze developers, zodat ze meer tijd konden besteden aan het bouwen en ontwikkelen van bepaalde features. En ook dat je niet bijvoorbeeld nog een keer een blog hoeft te ontwerpen en te bouwen. Maar we maken dat 1 keer en we verbeteren en itereren daarop. Dus voor het open source model, het community model, zagen we ook voordelen. En we doen dit nu sinds 2016 doen we dit. Met succes. Ja. Michel, jij hebt vorig jaar Wanshu verkocht. Hè? Ja. Ja? Ja, exit. Namens wat zie jij hier nu eigenlijk? Ik zit hier tweeledig. Enerzijds, ik ben managing director van Campus Utrecht van I.O. I.O. is de nieuwe organisatie die ontstaan is door het samenvoegen van 26 bedrijven. Een recente rebranding, hè? Dat is een recente rebranding, een aantal weken geleden. En ik ben nu verantwoordelijk voor Campus Utrecht. We hebben in Utrecht, of in Nederland hebben we 5 campussen, waaronder 1 in Utrecht. Dus, en 4 in België en inmiddels 2 in Zweden.
Ja. Dus, ja, Scandinavië is de eerste uitbreiding buiten de Benelux. Ja, en daarnaast ben ik ook boardmember natuurlijk bij de Drupal. Daar gaan we zeker nog even over hebben inderdaad. Ja. Dat campusmodel, kan je daar iets over vertellen? Want wat gebeurt daar? Nou, wat belangrijk is, we zijn nu een grote organisatie. We zijn inmiddels met 1500 collega's. Maar wat we belangrijk vinden is dat we het kleinschalige sociale karakter behouden. Wat je bij de agencies, de middelgrote agencies ziet. Dus wat we nu gedaan hebben is een campusstructuur ontwikkeld. Waarbij we het leren, het ontwikkelen van de medewerkers centraal staat. Vandaar dat we een campus noemen en geen kantoor. Dat kennisdeling, het organiseren van kennisevenementen op de locatie, dat staat centraal. Dus ervoor zorgen dat die medewerker zich kan ontwikkelen, kan groeien en ontwikkelen. Dat hebben we centraal gesteld in de filosofie van IO. Ja, en dat groeien en ontwikkelen, hoe gaat dat concreet in zijn werk? Wat merk je daarvan als medewerker? Een zeer ruim budget om training en cursus te volgen. Daarnaast gaan we elke maand meerdere kennisevenementen op de locatie organiseren. En zorgen ervoor dat de medewerkers ook volledig ontzorgd worden op de campus. En dan praat ik echt over een goede keuken, eten, wassen, strijkservice, dat soort zaken. Dus dat alles de focus heeft op groei en ontwikkeling en dus niet de randzaken. Dus de randzaken gaan we wegnemen voor de medewerkers. Is dat een voorbeeld voor jou, Taco? Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet weet hoe de toekomst er qua werk en privé uit gaat zien. Ik denk dat we allemaal nog in een soort van transitiefase zitten waarin iedereen nog zoekende is. Wij zien dat mensen op dit moment nog steeds 1-2 keer in de week maar naar kantoor komen. Zeker de techneuten blijven veel thuis. Ik zie iedereen altijd graag, laat ik dat voorop stellen. Maar ik zie ook dat mensen het fijn vinden om die werk-leven balans wat opnieuw in te richten. Wij houden op dit moment even de boot af met een nieuw kantoor, omdat ik gewoon niet weet, 1, hoe snel we groeien met Open Social. Dat kan best wel hard gaan. En 2, waar mensen behoefte aan hebben. Ik denk dat we er allemaal nog een beetje zoekende in zijn. Ja. Ja, wat voor les heb jij uit de afgelopen 1,5 jaar getrokken? Oh, veel. Duid ik natuurlijk op de COVID-periode, voor de duidelijkheid. Ik denk dat de belangrijkste, maar dat is misschien wat minder meer algemeen, dat we dingen die we for granted hebben genomen, het reizen, het bezoeken van vrienden, het bij opa en oma op bezoek gaan, het knuffelen met elkaar. Ja, ik denk dat we nu beseffen dat dat niet zomaar altijd zo is. En ik hoop ook dat dat positieve twist is vanuit het hele verhaal. Dat we dingen weer beter waarderen dan daarvoor. Het collegiale, het samen op een company retreat gaan, zoals we afgelopen week gedaan hebben, dat het weer kon. Ja, en dat werk ook misschien meer is dan alleen werk, maar ook dat je daar je vriendschappen en relaties opdoet. En dat als dat wegvalt, dan mis je dat. Dus ik hoop dat we met die inzichten ook weer opnieuw het kantoorleven en campusidee vind ik zelf een heel goed idee inderdaad, opnieuw inrichten. Ja. Ja, maar een campusidee bestaat ook bij de gratie van aanwezig zijn. Ja, wij gaan niet verwachten van medewerkers dat ze voltijd aanwezig zijn. Hè, dus we bieden gewoon de ruimte om ook thuis te werken. En onze inschatting is nu dat mensen ongeveer 3 om 2, dus 3 dagen op kantoor, 2 dagen thuis. Hè, dat we daar een balans vinden. Maar daar hebben we nog geen regels aan gesteld. En we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt de komende periode. Ja. Jullie kennen elkaar dus uit de Drupal community. Ja. Drupal bestaat dit jaar 20 jaar. Ja. Reden voor een feestje? Zeker. Je moet altijd reden zoeken om feest te geven. Inderdaad, dat is waar. Hadden jullie het verwacht? Als je lang betrokken bent, dan ben je natuurlijk ook wel nauw betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Dus dan zal het voorbestaan niet onverwacht zijn. Maar is het bijzonder dat zo'n open source community al zo lang het volhoudt? Ja, zeker. Wat je ziet, er zijn onderzoeken gedaan. En ik weet dat ook Google kijkt naar de ontwikkelingen van de Drupal community. We zijn de meest, een van de grootste, maar ook oudste, maar ook best georganiseerde communities ter wereld. Dat heeft ook voor het succes gezorgd. De manier waarop het georganiseerd is, de evenementen, de ontwikkelingen aan het platform zelf. Ja, dat is uniek. Ja. Dat is echt uniek. Ja, daar heb je de rol van Drupal ook zien veranderen? Om in te haken wat Michel zegt, het gaat natuurlijk niet vanzelf. Kijk, de Drupal community is succesvol door iedereen die kijkt, door dit georganiseerd wordt. Ik weet dat mijn eerste Drupal Jam was op de Universiteit Twente met pizzadozen en kratjes bier waar we op zaten.
Ook gezellig. Dus er is wel wat veranderd in de professionaliseringen. En als mensen niet blijven contributen aan de community, op wat voor manier dan ook, vertalingen, dit soort organisaties doen, dan valt dat. Dus het succes van de 20 jaar komt door de actieve community. Ja. En de voorbeelden die we daarin hebben, zoals Dries, die zelf een enorme rol blijft spelen. Is dat veranderd? Ja, het is geprofessionaliseerd, zowel internationaal als nationaal. Ik denk dat we met Stichting Drupal Nederland daar altijd een lichtend voorbeeld in zijn geweest, hoe je dat op nationaal niveau heel goed kan doen. Ja. Drupal Jam, ook een van de meest fantastische organisaties, waarin zo tot in Kiev naar kijken van, goh, hoe doen we dit professioneler? Ik denk de professionalisering, de groei van de community. Maar er zijn ook uitdagingen. Ik denk dat we daar niet omheen moeten gaan. Kun je er een noemen? Ik kijk meer over de volgende 20 jaar. Hoe blijf je relevant in een technologisch landschap wat heel beperkt en klein was toen we begonnen met Drupal, wat nu ontzettend gediversificeerd is. En ik zie dat bij onszelf. We gaan nu met React en GraphQL en machine learning werken. Dus je merkt al dat in je eigen technologische stack die diversificering gaande is. En dat op een wereldwijd niveau. Dus hoe blijf je relevant? Nou, de Driesnoot, die gaat er al jaren over. Dingen als decoupled en headless. Daar gaat mijn aandacht naar uit naar. Van hoe blijven de komende jaren relevant? En wat is daarvoor nodig? Ja. Ja. Jij bent natuurlijk lid ook van de Drupal Association als bestuurslid. Ja. Ik denk dat je niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit internationaal perspectief naar kijkt. Zeker. Als je kijkt naar die rol van Nederland, de Nederlandse community, hoe zou je die omschrijven? Een lichte voorbeeld. Ik noem het altijd de Nederlandse Association is een Lighthouse Association. Waarom? Omdat de Nederlandse Association continu innoveert. Ook in ten tijde van de pandemie wordt er een complete studio ingericht waarin we het evangelie verkondigen via beeld, maar ook middels interessante gesprekken zoals dit. Dus niet puur en enkel een spreker die voor een camera staat en het verhaal vertelt. Nee, gewoon door interessante dialoog te voeren. Daar zie ik ook een transitie, een hele goede transitie nu zich ontwikkelen. Dus Nederland, er wordt naar gekeken. En daar ben ik trots op. Heel erg trots op. Jij zit nu naast een bestuurslid van de DA. Als jij een vraag zou kunnen stellen aan de Drupal Association, wat zou je dan willen weten? Of een boodschap doorgeven? Nou, wat ik zag, wat ik zelf heel erg aan de ene kant jammer vond, was dat DrupalCon Europa op een gegeven moment niet meer gebeurde vanwege financiële middelen. Ja. Terwijl toch eigenlijk, als je puur papier kijkt, er heel veel ontwikkeling, misschien wel zelfs de meeste contributie vanuit Europa plaatsvindt. Dus dat is toen in Darmstad opgepakt door de community, maar dat is een van de dingen waarvan ik zeg, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat duurzaam blijven organiseren, terwijl we ook weten dat de financiële middelen in Amerika zitten op dit moment. Dus hoe zorgen we nou dat in ieder geval Drupal Europa, liefst ook Drupal Azië, maar Drupal Europa hoe kunnen we dat blijven organiseren en zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt, dat we het verliezen. Ja. Ja. Michel, is het ook belangrijk daarom dat er zo'n IO ontstaat, hè? Een groot bedrijf, dat echt straks misschien wel Europees gaat worden. Hè? Misschien wel. Gaat sponsoren. Dat is het doel. Ja, we zullen niet raar opkijken als ook straks Duitsland, Frankrijk misschien wel daarbij komen. Ja, dus de ambities zijn torenhoog. Ja. Dit soort organisaties zijn ook belangrijk. Dat betekent ook dat IO zich moet, ik zeg, rallyen achter de missie en de visie van het project Drupal. En daar zouden we zeker een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. En daar maak ik me ook hard voor binnen IO. Maar daar heb ik me ook hard voor gemaakt binnen de Drupal Association. Zeg van 45% van alle contributies komt uit Europa. Het is belangrijk dat we de Europese community een vertegenwoordiger, dat die een vertegenwoordiger heeft. Dat er ook een gezicht is en een stem. De organisatie zit in Amerika. Grotendeels van de funding komt momenteel ook uit Amerika. Dat weten we. DrupalCons in Amerika zijn een goede cash generator, zeg maar, om het Drupal-project in leven te houden. Drupal.org, daar gaan heel veel financiën mee gemoeid. Het is belangrijk dat we nu ook gaan kijken in Europa van hoe kunnen wij, met welke organisaties kunnen we de handen ineen gaan slaan om te zorgen dat we ook weer een goed evenement kunnen gaan organiseren. Een groots evenement zoals DrupalCon Europa. Ja. Zie je ook een rol voor Open Social weggelegd, Taco?
Ja, we zijn een platinum sponsor van de Drupal Jam. Sponsor. Dit is het begin, hè? Ja. Zeker. Het doel is ook om heel succesvol te worden en ook financieel te kunnen bijdragen. We onderhouden ook een distributie voor de Drupal community. Dus het Open Social Project is iets waar we relatief veel aantal FTE's voor beschikbaar stellen. We gaan nu onze tech lead ook developer relationship rol geven om nog meer te kunnen doen in het ecosysteem. Dus het is financieel en contributie op andere manieren. Organiseren mede vanuit onze werknemers Drupal Camp Kiev. Dus we zijn heel actief. We hopen daar ook een voorbeeld in te zijn. En soms mensen ook aan te spreken als ze een beetje free riders zijn in de community. Ik denk dat we daar soms wel wat harder in mogen zijn. Ja. Aan de ene kant positief voorbeeld geven. Aan de andere kant ook mensen aanspreken op de verantwoordelijkheden die ze hebben door het gebruik te maken van Drupal. Daar zijn we soms best wel aardig in. In Amerika wordt de portemonnee iets sneller getrokken voor dit soort dingen. Dus laten we daar de balans in zoeken. Ja, want de contributie, dat is, nou, we hebben daar begonnen, ook een belangrijk punt. Moeten bureaus dat meer incorporeren in de manier van hoe ze werken? En kan dat ook, als je een klein bureau hebt, kan je dat ook goed organiseren? Of is dat te veel gevraagd? Het is een beetje afhankelijk in welke fase je zit. Ik ben met mijn bureau destijds ook diverse groeifases doorgegaan. Het belangrijkste is dat je het vanaf dag 1 meeneemt in ook in je contracten. De afspraken die je maakt met je opdrachtgevers. Dat je zegt van nou, de code die wij gaan maken, daar willen we ook een deel van teruggeven. En dat betekent ook dat we modules gaan onderhouden. En dat kan je ook gewoon contractueel meenemen met de offertes die je verstuurt. Daar zou ik zelfs een klein bedrag aan kunnen koppelen. Dus dat het belangrijkste is dat je het ook onderdeel maakt van je cultuur van je bedrijf. Dat medewerkers het ook leuk vinden en de benefits ervan zien. Dat is wat ik merk in gesprekken met de bureaus hier, is dat men, waarom zou ik teruggeven? Wat levert het me op? Nou, ik kan een aantal lichtende voorbeelden geven van bedrijven die heel veel terug hebben gegeven. We hebben dat zelf ook als bureau gedaan. En dat heeft uiteindelijk tot heel veel leads gegenereerd. Dus dat probeer ik ook terug te geven. Op het moment dat je terug gaat geven, je krijgt er automatisch ook iets voor terug. Ja, is dat een onderdeel van de deals die jij maakt, Taco? Ja, dus we hebben bijvoorbeeld deze zomer een initiatief met de Europese Commissie gesloten, waarbij Open Social het de facto platform wordt voor alle Europese instituten en organisaties onder het Open Europa Europe project. Dat hadden we nooit kunnen krijgen als wij niet zo actief waren in de open source wereld. En de Europese waarden zijn heel erg sterk. Als het gaat om technologie en democratie, nou, we hebben inmiddels allemaal de problemen met Facebook gezien, de problemen met algoritme, de problemen met hypercentralisatie de afgelopen 2 dagen. Voor degene die het later terugkijken, weet wel, die grote storing, waar we nog jaren over hebben. Dat het misschien niet zo'n heel goed idee is. Nou, Europa is bij de facto degene die die waarde ook heeft. Dus de Europese Commissie investeert in dit soort initiatieven. United Nations ook. En dat zijn echt wel de dragers van ons project. En dat zorgt er ook voor dat wij weer meer mensen op het project. Dus het is een soort van vliegwiel. En we hadden nooit die project kunnen doen als we niet die waarde en die openheid zouden hebben. En daaromheen nog steeds een succesvol SaaS-model kunnen bouwen. Dus je kunt een open source project onderhouden, veel teruggeven en aan de andere kant ook een gezond businessmodel eromheen bouwen. Dat is wat we doen. Ja, het is eerder vandaag voorbij gekomen, data emancipatie. Sommigen noemen het EU-native. Dat je eigenlijk alleen maar software gebruikt die binnen Europa ontwikkeld en beheerd wordt. Is Drupal wat dat betreft echt is dit in de ideale uitgangspositie om dat doel te bereiken? Om eigenlijk ook een beetje los te komen van de afhankelijkheid van Big Tech? Het is open source. Hè. Het is aan de bedrijven zelf om die keuze te maken. Wat je wel vaak ziet is dat Drupal kan gezien worden als een open source DXP. Waarbij veel koppelingen gelegd worden met externe systemen. En het is aan de opdrachtgever om de keuze te maken met welke systemen gaat hij koppelen. En hoe richt hij zijn data in en waar host hij zijn data. Dat is ook een belangrijke. Dus, maar het heeft een bevoorrechte positie om die keuzes te maken in ieder geval. Ja. Dus je zegt wel, het biedt keuzemogelijkheid. Ja. Zou je er ook voor pleiten? Ja, maar het is een beetje afhankelijk van de opdrachtgever. Kijk, op het moment dat je een global player bent die zijn origine heeft vanuit de Verenigde Staten, dan zal daar misschien de keuzes anders liggen.
vanuit mijn persoonlijk perspectief zeg ik ja, absoluut doen. Ik vind data privacy is een groot goed wat we hebben. En daarom vind ik de standpunt van de Europese Unie ook echt fantastisch hierin. En zeker als het om belastinggeld gaat, of het nou Europees of lokaal of wat voor niveau is. Ja. Dat het belastinggeld van een lokale gemeente verdwijnt in de zakken van Microsoft, terwijl er prima alternatieven zijn. Daar zou ik in ieder geval wetgeving graag willen zien. En, en we gaan ook langzaam wel die kant op, ook in Nederland gelukkig. Maar daar kunnen we nog veel meer stappen in maken. En het probleem is, als dat geld verdwijnt in de zakken van Big Tech, die vervolgens daar geen belasting over betalen, die ontzettend veel geld houden voor innovatie op het gebied van artificial intelligence, machine learning. En wij krijgen diezelfde investeringen niet voor elkaar in Europa, dan begin je langzaam achter te lopen. Dus als je de markt daar scheef is, wat op dit moment zo is, dan zul je daar een correctie aan moeten gaan brengen. Ja. Dat wordt nu wel gedaan vanuit beleid. Mag nog wel van mij wel wat harder. Zeker als het inderdaad om ons geld gaat. Investeren in gratis en open source software in plaats van big tech nog rijker te maken. De jongens hebben geld genoeg. Ja, ja. Als publieke middelen worden uitgegeven, dan moet het publiek daar ook van profiteren. Ja. Eigenlijk. Klinkt heel logisch. Ja, klinkt heel logisch, maar zo werkt het niet. Ja. Open social als product, hè, of hoe jullie met drie pijlers, zit dat ook ingebakken, dit waar we het nu over hebben? In de manier waarop jullie eigenlijk ook het community denken loskoppelen? Nou, een voorbeeld. Je ziet sommige open source projecten die commercieel worden, die dan twee producten maken. Een open source product en een commercieel product ernaast. Bijvoorbeeld SugarCRM heeft dat gedaan. Wat gebeurt er dan? Uiteindelijk gaat al het geld naar het commerciële product en het open source project wordt langzaam een hobbyproject en sterft langzaam af. Wat wij doen is, elk project dat we lanceren heeft altijd als kern, als core, het open source product. Dus wij hebben onszelf zo ingericht dat alles wat we doen teruggaat in het open source gedeelte. Ik wil niet zeggen dat we alles terugstoppen in het open source gedeelte. We hebben een aantal add-ons die betaald zijn, die je ook kunt gebruiken als je het open source product gebruikt. Dus het zit in onze eigenlijk visie ingebakken dat de kern van wat we doen altijd het open source gedeelte is. En dat zorgt ervoor dat we ook niet daarvan afwijken. Dus ja, het is voor ons heel belangrijk. Ook qua licentie is dat afgedicht op zo'n manier. We zijn er zelfs nu over na te denken om dingen te doen als een B Corp te worden, waarin je dus ook als organisatie op een hoog niveau nadenkt over wat voor commercieel bedrijf wil ik zijn, zodat we ook in de toekomst zeker weten dat we ons bij die waarden houden. En op dit moment kijken we bijvoorbeeld naar dingen als een ethics board. Hoe gaan we om met artificial intelligence, met machine learning, zodat wij niet als enige daar kennis van hebben en over beslissen, maar ook dat we daar een community omheen bouwen van experts, van academici die ons helpen met de implementatie in een transparante manier. Ja, en eigenlijk is het ook om te voorkomen dat je vanuit een mooi motief begint en dat in de loop der tijd, doordat er personele wisselingen in komen, andere mensen aan de top. History Channel effect wordt dat volgens mij genoemd. History Channel werd ooit als een mooie History Channel bedacht. Documentaires. Precies, en is inmiddels gewoon commerciële. Dus ik zat ook een beetje te denken aan Google, maar die hadden ook zo'n soort van. Dat zijn commerciële jongens. Oké, maar die hadden ook zoiets, hè? No evil. Maar goed, hoe gaat dat bij I.O.? Want jullie werken natuurlijk ook voor hele grote enterprise klanten. Ja, kan je die standaard dan ook aanhouden? De morele standaard, zeg maar. De morele standaard, ja, zeker. Het is zo dat wij, als we gaan kijken naar een stukje contributie en het teruggeven. We zitten in de top 20 contributors, zeg maar, ter wereld nu. Momenteel, als we uitgaan van het Drupal-project. En die morele standaard, zeker. Je hebt een hele morele koers te varen, anders. En dat verwachten je medewerkers tegenwoordig ook van je. Dus. Zeker. Ja, dit is ook eigenlijk essentieel voor de aanwas van nieuw talent. Ja. Ja. Merk je dat bij de jonge generatie, het wordt altijd gezegd, hè, als een, dat purpose, het hogere doel waarvoor men op aarde is, belangrijk is bij de overweging waar men voor gaat werken. Is dat een cliché of klopt het ook echt? Is het ook iets klopt. Wat je... Ja, ik zie het helemaal. Ik heb een zoon, 16. Die nu al een moreel kompas heeft waar ik zeer trots op ben. En die nu al. Ik heb nu al gesprekken met hem over de impact op de maatschappij, op vanuit verschillende perspectieven gekeken. Dus ik zie het ook bij andere jongeren. Veel duidelijker koers varen op dat morele kompas. Dus nee, heel goed. Ja. Is dat voldoende op de radar bij de leiders binnen de community?
die misschien wat van wat andere generaties zijn? Ik dacht dat je geen vraag voldoende was om mensen aan te trekken. Maar de tweede component is salaris op dit moment. Zeker in de tech-industrie. Ja. Dus ja. Daar moet je ook zeker water bij de wijn doen. Is dat voldoende? Dat lijkt me meer iets voor een bedrijf zelf om die keuze te maken. En als jij als developer kan kiezen, wil ik voor Facebook werken of voor Open Social? Ja, dan ga je waarschijnlijk voor Facebook werken voor het geld. En bij Open Social, omdat je gelooft in onze missie, visie en naar supermooie projecten voor hele mooie klanten mag werken. Ja. En daarmee trek je toch een bepaald type mensen aan. Dat zorgt weer voor je cultuur, dat houdt je ook op dat pad. Ja. En we zijn geen big tech bedrijf, hebben die ambitie ook niet. Nee. En dat trekt wel de juiste mensen aan. En zo hebben wij bijvoorbeeld ook mensen van 19 verschillende nationaliteiten, heel internationaal. En daarmee krijg je ook een heel internationale organisatie die over de grenzen heen kijkt. En dat is ook nodig in deze wereld die helemaal is platgeslagen door de pandemie. Ja. En daar doen wij het op dit moment goed in. En we zijn blij, we hebben net 5 mensen aangenomen de afgelopen 10 dagen. Ja. Waarvan 2 developers. Dus dat is heel goed. Ja. Tot slot nog even over de buy or build strategieën. Is dat een tegenstelling of kan je dat eigenlijk naast elkaar doen? Je kan het naast elkaar doen. Wat je ziet is, ik heb mijn bedrijf organisch gegroeid. Uiteindelijk verkocht toen we rond 50 man waren. Je ziet dat veel bureaus organisch groeien tot 50 man. En sommigen weten het dan uiteindelijk tot een mannetje of 100 uit te breiden. En daarna zie je toch dat er investeringen nodig zijn om exponentiële groei te maken. De visie van de IO-groep was een geïntegreerde visie. Precies wat ik in het klein deed met mijn bureau. Een end-to-end propositie, waarbij van strategie tot aan development en campagnes de totale customer journey kunnen bedienen. Daar is de keuze gemaakt om uiteindelijk middels een buy and build. Dus we gaan meerdere organisaties samenvoegen onder één vlag om die hele propositie. En dat vind ik een hele waardevolle keuze geweest tot nu toe. En ook een verstandig. Dus ik kan het naast elkaar leggen. Perfect naast elkaar. Ja. Ja. Jou lukt het om 5 nieuwe mensen aan te nemen. Via werving en selectie. Sommigen lukt het niet om mensen te vinden. En die gaan dan daar toch maar bureautjes overnemen. Omdat ze dan eigenlijk het personeel op een andere manier niet of moeilijk kunnen vinden. Het lukt ons wel. Ja. Maar ik moet wel zeggen, wij groeien ook in Europa. Met hires die in Slovenië of Spanje of waar dan ook. Omdat je gewoon een veel meer distributed, sorry voor het Engels, maar ja, we zijn een Drupal community, dus mag. Veel meer een distributed organisatie wordt. Waarin dat kan. Maar ja, we hebben net een company retreat gedaan. 4 dagen in Kroatië om toch die connecties te binden. Je moet de afweging maken. Lukt het om het organisch te doen? Lukt het met recruitment of overnames? Overname is wat dat betreft sneller, agressiever. Maar dan heb je wel een grote financierder achter je nodig. Die een langetermijn visie heeft om die investeringen te doen. En als start-up zijn we natuurlijk, wij investeren ook veel in marketing en sales en andere dingen. Ja, dat is iets makkelijker op dit moment om die mensen te vinden. Maar de developers lukt op dit moment ook nog. Ja, wil niet zeggen dat we op een gegeven moment IO niet overnemen. Ja, dat is even wachten. Nog even. Nog even. Even een paar jaar. Ja. Ja, een paar jaar. Ja. Dus organische groei is. Dat is het belang om. Als je organisch wil groeien, dan moet je een goede propositie hebben naar je medewerkers toe. Ja, dus een propositie die meerwaarde voor hun biedt. Niet vanuit de origine kijken van we willen groeien als organisatie. Want groei van de organisatie is niet belangrijk voor de medewerker. Als zij persoonlijk kunnen groeien, dan wordt het interessant voor ze om daar aan het werk te gaan. En dat is de reden waarom wij ook voor die campusstructuur hebben gekozen. En met de opleidingsbudgetten en het volledige ontzorgingsmodel. Daarmee bied je perspectief. Ja, zeker. Zeker, ja. 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 Dus, ja. Ja. Zouden jullie samen kunnen werken? Of zou het een in het ander op kunnen gaan? Ik zou IO kan best misschien een interessante overnamekandidaat zijn op een gegeven moment. Ja. We werken veel met Drupal-partijen op dit moment samen. Ja. Zeker als zij opdrachten krijgen, bijvoorbeeld een community of een extranet, snel gedaan moet worden. Wat aansluit bij wat Open Social doet, zien wij steeds vaker dat we daar een deal mee maken, een partnership deal. Hebben jullie een vast groepje? We werken met Acquia bijvoorbeeld, we werken met T-Systems in Duitsland. Dus ja, we werken met veel partijen samen daarin.
Businessmodellen zijn niet helemaal aligned. Dus het is voor de agencies vaak wel even nadenken van, oh ja, we verkopen geen uren, maar ik krijg toch wel die maandelijkse recurring fee binnen. Ja. Wat eigenlijk ook heel fijn is, zonder dat je er heel veel werk voor hebt. Ja. Wij doen de maintenance, waar ook geen enkele Drupal developer echt veel zin in heeft, over het algemeen. Maar we moeten even die mindset veranderen van, oh ja, we verkopen software as a service, in plaats van een project waar we zoveel mogelijk uren op proberen te maken. Wij proberen zo min mogelijk uren te maken. Ja. 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 Eigenlijk, ja, kort samengevat, is er een hele mooie toekomst ligt. Ondanks dat we 20 jaar achter de rug hebben. Volwassen community. Perfect uitgangspunt als je kijkt ook naar de Europese mogelijkheden. Zeker. Forse groei vindt plaats. Mm. Als jullie voor volgend jaar, wat betreft Drupal, nog een wens mogen uitspreken. Wat zou je dan volgend jaar graag op de agenda willen zien? Ja, een in-person event in Drupal, waarbij we gezamenlijk gaan werken aan een goede stip aan de horizon voor het project. Dries heeft een mooie outline gegeven van waar hij vindt dat het project naartoe moet, vanuit een technisch perspectief. Ik zou graag ook vanuit een business perspectief graag een stip aan de horizon willen formuleren, samen met de internationale community, maar zeker ook met de Europese community. Ja. Dat is mijn droom. Dat is jouw droom, ja. En hoe die stip eruit gaat zien, dat verschuift steeds. Ik hoop nog steeds dat wij echt een voorbeeld kunnen zijn in de Drupal community, hoe je ook producten kan maken. Ja. Wij denken namelijk dat door de investeringen van meerdere klanten te bundelen, we meer geld hebben om over features en functies na te denken en meer kunnen contributen. Dat is ook iets waar Dries passie voor heeft, waarover ik ook met hem veel praat. Omdat het op die manier meer ruimte geeft om te contributen. Dus ik hoop nog steeds dat er meer start-ups of clouddiensten komen die Drupal gebruiken als kern. En daar hun business opbouwen. Het is ook een taak voor ons om daar nog meer over te vertellen, nog meer over te laten zien hoe we het doen, hoe dat werkt, SaaS, welke metrics, hoe je een investering ophaalt. Dus ik probeer nog steeds daar meer partijen te zien die switch maken volgend jaar en de jaren daarvoor. Goede reden om jullie goed in de gaten te houden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de tijd en de aanwezigheid hier in studio De Vijf Werelddelen in Rotterdam. Dit was Drupal Jam 2021. Twee dagen vol talkshows, sessies uit de community.